Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 en de Speed of Armor en vandaag ga ik weer de meldkamer ambulance spelen. Ik zal jullie uitleg geven hoe en wat, omdat ik veel vragen kreeg, heel veel vragen. Hoe kun je dit nou spelen? Nou, allereerst je gaat naar lstsim.de. Het is een Duitse site, alles staat in Duits. Je kunt rechtermuisknop vertalen in Nederlands, maar hier is dat nog niet zo nodig. Als je hier bent gaan we naar meer, hier zo. Nou, dan krijg je hier dit. En dit gaan we gewoon invullen. We gaan naar een öffentliche benutzerlijst. Ik weet niet wat het betekent, maar dus ik geloof gewoon openbare. Dan gaan we naar Nederlanden. Want we willen in Nederland spelen. Ja, dan kun je kiezen. Heel veel mensen, ja, misschien wonen mensen wel in Zuid-Holland of in Zeeland. Daar kun je ook iets pakken. Maar ik woon bijvoorbeeld in Limburg. Ik weet tot de meldkamerspellen die ik, de ambulance meldkamers zeg maar, die ik speel, die bevinden zich in Noord-Holland of in Gelderland. De vorige was Gelderland en dan ga je kijken naar meldkamerambulance Gelderland Midden, dat was die. En dan moet je de eigenaar Lifeliner 42 hebben. Maar nu gaan we meldkamer Amsterdam pakken. En dat is in Noord-Holland. Dan heb je hier van alles. En dan ik weet toevallig tot, ja, dat deze twee van hem zijn. Je hebt in het weekend en je hebt overdag. Het weekend zal eens wat rustiger zijn. Misschien ook weer met B-ritten is dat wat rustiger. Maar misschien wat drukker omdat er in het weekend meer mensen zijn. Maar ik pak door de week. Het is vandaag maandag voor mij. Ik weet niet wanneer ik ga uploaden. Dus misschien is het toch wel weekend als ik hem upload. Dat zien we dan wel. Dit hebben we dus allemaal ingevuld. En dan gaan we de tijd instellen. Het is 7 uur begint de dienst op de meldkamer. En dan gaan we onze naam intoetsen. Zo. Nou, dan heb je de naam. Alles klaar. Hier hoef je allemaal niks te doen. Amsterdam. Starten. Nou, en dan ga ik nu verder niks meer zeggen van hoe speel je dit nou. Daar komen jullie zelf, of dat kunnen jullie zelf ontdekken. Dit zijn in ieder geval al mijn beschikbare ambulances. Je ziet dat het er veel meer zijn dan in Gelderland de vorige keer. Amsterdam is ook een mokertje groot. Even kijken, we hebben al één telefoontje. Hier komt zometeen een B-rit. Die moeten we over een half uur al gaan doen. Maar ik ga eerst beginnen. Meldkamer ambulance zien voor het beschikbare adres van noodgeval. Ja, hoi. Een kind is van het klimtoestel gevallen. Es waant en schijnt om. Even kijken. Nu gaan we het vertalen in het Nederlands. Dat komt hierboven in beeld origineel weergeven. Daar kunnen we zo meteen alweer op klikken. Ja, dag. Een kind is net van klimrek gevallen. Hij huilt en lijkt een beetje op zijn hoofd te bloeden. Ik bel de moeder voorlopig. Mijn naam is. Oké. Ik bel de moeder voorlopig. Ik ga hem. Nou ja, hij huilt. Hij lijkt niet echt te bloeden. Huilen is een goed teken bij kinderen, geloof ik. Dus ik ga de melding. Ik ga. Adviseren van ga even naar de huisartsenpost met hem. Hij heeft nergens last verder. Ik kan niet uitvragen van heeft hij pijn in de nek, heeft hij pijn in de rug. Maar het lijkt erop dat hij nergens last van heeft. Dus ik heb nu gezegd, er komt geen auto, er komt geen auto. Klik, weg. Maar ja, eigenlijk is het meer van ga even naar de huisartsenpost bij het ziekenhuis. Het was geloof ik hier. Nou, je hebt geloof ik het OLV hier ergens. Ja, OLV, het ziekenhuis OLV. Nou, het was in de buurt. Hè. We hebben hier allemaal B-retten die binnenkomen. Ik ga eens kijken of ik een beschikbare B-auto heb. De KTW 401 mag naar deze melding aan. Boom, boom, boom. Want die moet over een half uur opgehaald worden. Als ze rood zijn, moet je ze laten ophalen, zeg maar. Nou, dan hebben we ook nog de 402 en die gaat naar die melding. Klik, klik, bling, bling, bling. Geluid wat harder zetten. Oké, hier komen dus de spoedmeldingen. Hier de geen spoedmeldingen. En dit zijn de B-ritten. Ik moet straks om 9 uur, zoals je hier ziet, om 11 en om half 12. Maar we kijken even hoe lang we doorgaan. We gaan de tijd versnellen. Er komt een telefoontje, stopt de tijd automatisch. We gaan hem opnemen. Meldkamer ambulance ook als precies adres van noodgeval. Hallo, Til, de Amsterdam. Slotervaart ziekenhuis Dran. We hebben hier een intensieve verlenging voor u geleden. Wat is het? 10 uur in. Ze hebben een fusoon en moesten een beuden gevonden van spieren. Oké, hoe laat? Om 10 uur. Ik geloof dat dit, als ik zo een intensieve verlenging noem, ik weet niet wat het is, maar ik denk dat dit een rit. Ja, iemand van een intensive care. En wat doe je met. Oh, nu kunnen we dus niet meer terugvertalen, maar dat komt, dan moeten we even F11 en dan.
origineel wil geven en dan maar F11. Dit is dus een B-rit voor de Miku. En de Miku is de 13301 en de 302 en de... even zoeken hier. Nee, dat is een 9. En dat is een scheel of... 4-4. 13. Ik denk dat het nog buiten dienst is. En tot die dan dadelijk in dienst komt. Hier de 302. Dat is de Miku. Maar ja, die hebben we nu nog niet. Ik kan geloof ik hier wel zien wanneer die in dienst komt. 302 is van 8 uur. Dus om 8 uur, over een uurtje, komt die in dienst. Maar aangezien die toch pas... Oh, aangezien die toch pas om 10 uur moet worden opgehaald, is dat geen probleem. Het wordt wel een signaalfout. Oh nee, dat heeft toch geen zin. Dan moeten we die. Maar we gaan er wel zo meteen. Even kijken. Overplaatsing. Miku. Ja, ja, ik kom eraan. Nou, we zetten hem dus gewoon bij een urgentie B1. Dan komt hij hier in het lijstje te staan als het goed is. Kijk eens hier. 10 uur. Slotervaart. Nou, dat is een Miku overplaatsen. We hebben meteen een nieuw telefoontje. Meldkamer ambulance, zorg. Wat is de adres van het geval? Hallo, ik ben Amsterdam Zuid. Straat is Paulus Potterstraat. Mijn man was zo'n zijn taak niet meer op toiletten. Als kan Amsterdam geen wassen meer. Dat is een ingeet is niet werkelijk goed. Aber in het krankenhuis mag hij trots hem niet vinden. Aber dat is dat zich dat wens je iemand. Oké, ik geloof dat een beetje verhaal is van mijn man. Mijn man is al dagen niet naar de wc geweest. Ik kan gewoon geen water meer achterlaten. Oké, ik denk dat hij niet meer kan plassen. Hij voelt zich niet lekker, maar hij wil toch niet naar het ziekenhuis. Maar ik denk dat er tenminste iemand naar moet kijken. Ja, weet je, moet hier een ambulance voor komen? Hebben we toevallig de 701. Ik ga de huisartsenpost, de hapauto, maar even langs sturen. Oh, wacht. Nu hebben we het weer vertaald. Moeten we het even terug vertalen. Anders ziet dit er zo raar uit. Origineel weer geven. Dus we laten de huisartsenpostauto gewoon even langskomen. Onder een U2. Medisch kenmerk. Op verzoek MKA. Op verzoek meldkamer man zo. Dus ik ga de 701. Dat is de... Had ik die nog niet... En we hebben 3 B-ritten om 7:30 nu. Die is bezig. We hebben geloof ik maar 401 is bezig. Voor de rest hebben we geen B-auto's meer. Hè? Nou, we hebben genoeg... genoeg A-auto's, om maar even te zeggen. Dus die kunnen ook wel, wel rijden. Hier krijgen we de statussen door. De huisartsenpostauto. De rode stipjes zijn dus alle meldingen. Dan krijg je een nieuwe melding. Meldkamer ambulance zorg. Wat is het rest van het noodgeval? Oeh, dat is ver. Ah nee. Bij ons wat de brandmelder uitgelezen is. Oké, er zou rook zijn in een woning of in een tunnel. Brandweer is reeds onderweg. Politie ook. Ze kunnen we hier al zien. De 106 komt even met een A2. Medisch kenmerk is niet echt aanwezig. Kladblok. Brandweer. Pol. Rijden mee. Rook ontwik in tunnel. Oké. We hebben nog niet echt de echte spoedritten gehad. Ik weet dat in Amsterdam soms los kan gaan natuurlijk laatst een... meldingje had met val van hoogte, traumahelikopter, alles werd gestuurd. Hans van Beuren, ja, 701 zeg het maar. Oké, meegekregen.
goed. Ja, hij zegt: ik heb een man van 150 kilo. We hebben geen auto om te vervoeren. Maar ik geloof dat wij de Mieke ook nog niet beschikbaar hebben. Dus, even spieken. Want dat moet dan met de Mieke gedaan worden. Die hebben we nog niet. Dus kan je niet helpen? Sorry, doei. Oké, deze heeft dus een KTW nodig. De 107 is gealarmeerd. KTW is krankentransportwagen of zoiets. Als je een RTW nodig hebt, dan kun je dat, dan weet je dat het met spoed moet. Maar nu heeft hij een. Ja. Nu was het gewoon een KTW. Wat had hij? Met een beginnende urosepsis. Oké, dus hij heeft een bloedvergiftiging door een urineweginfectieontsteking, geloof ik. Ja. Kijk, al die beren, joh. Goed, we gaan dus niet door, want normaal is een dienst natuurlijk van 7 tot 4. Dat gaan we niet doen. En dan wat versnellen en we gaan gewoon ongeveer half minuutje, half uurtje, 20 minuten, half uurtje. De 106, zeg het maar. Ja. Begrepen. Ik weet niet wat de 106 wilde, maar ze zijn ter plaatse in ieder geval. 107-01, zeg het maar. Hier mogen terug. 107, zeg het maar. Ja. Oké, even een korte update voor jullie. De 100, de 701, de huisartsen postauto ding, die gaat terug naar zijn plekje. De 107 gaat met die patiënt richting. Nee, wacht, wie hadden we nou? Ja, 107 gaat vervoeren. En de 106 wil ook wat zeggen. 106 was. Oh ja, er was niemand gewond. Dat is zoiets. Dus, ja, nee. Geen patiënten. Dus die gaat ook richting zijn plekje weer. Of terug richting post. Ja, weer wat versnellen. Ik denk dat we zo wel een belletje krijgen. Ja, dat kan maar belanden zorgen voor het rest van het geval. Kroes, hier staat Max in het arbeid in de Zaandam. Zijn zie we hebben. Ja, een. Ja. Ah, de 403 is beschikbaar. We hebben een. Oh, hier hebben we natuurlijk ook een B-rit. Die stond al ingepland. Bel vanavond even terug. Niet voor hem. Ja. Het is 7:30 zeker. Iedereen wordt nu. Weer een B-rit weggewerkt. Jullie gaan me toch niet alleen maar bellen voor de B-ritten, hè, dames en heren. Ja, vertel, meld Kamerland zorg, wat is de rest van het geval? De vrouw hebben uit een. Ich, heiße ich. Mis voor aanpassen, had ik nog een komisch gevoel in de voeten. Jetzt, ik heb een schoon knie. Mijn naam is vrouw Holler. Tot een paar uur geleden had ik nog steeds een vreemd gevoel in mijn voeten. Nu zijn mijn knieën en dijktintelen in mijn bank. Kun je iemand sturen? Ja, oké. Okay. Ik zal eens een A2 ervan maken. Even kijken naar. Hoe gingen we? Oh, wat heb ik gedaan? Even kijken, tinteling, voeten plus raar gevoel, knieën en dijen of zoiets. Nou, 103 is 300 meter ervan af. Laat het maar weten. Wat kan mijn ambulance zorgen voor de rest van het geval? Mooi. Nou, mijn naam is. Kun je alsjeblieft komen, maar. Oh. Oké, rustig aan. Doei. Mijn jongen.
Mijn naam is. Kun je komen? De... Wat? Nee, hij is 10 jaar oud. Hij jongste bij Amsterdamstraat. Nee, ga gewoon naar de huisartsenpost met hem. Zijn mannelijke geslachtsdeel dingen deden zeg maar pijn. Als je snapt wat. Ja, jongens snappen dat wel. Ik weet niet hoeveel meisjes eigenlijk naar mijn video's kijken. En zeker naar dit soort video's. Dus laat het even weten in de reacties. In ieder geval, ik weet je. Ja, het zijn kleine dingen. Ga even met hem naar de huisarts of naar de huisartsenpost. De 401 is weer vrij. Dat is mooi, want we hebben denk ik wel zo meteen weer wat B-ritten. 8:30, dus om 8 uur worden die rood. Bling, bling, bling. Ik weet niet wat dat was, maar dankjewel. Ja, meldkamerambulance over. Dat is de rest van... Wauw. Van elk geval, hallo en... Goeiedag en hallo collega. Hier is huis, artsenpost, meldkamer, centraal ding. Ah nee, wacht. Oh, het huis, wie weet dat, alarmsysteem voor een huis, voor oude mensen. Even kijken, we hebben een deelnemer van ons systeem. Die heeft de noodknop ingedrukt. Hij reageert niet op telefoontjes. Kunnen jullie iemand sturen? Ja, dat kan wel. Dat is wel veel weg. Ik ga de politie meesturen. Dan brandt we ook voor de zekerheid. Even kijken. Dienst aan derde. We gaan er een A1 van maken. Ik denk dat het wel... Stel dat hij daar misschien neer is gevallen. Pijn op de borst had. Op de knop gedrukt. Weg is gevallen. Nou, dit is allemaal onbekend, aangezien, even kijken, de melder is niet bij de patiënt, dus we slaan dit allemaal even over. Nou, dan hebben we dus A1, dienst aan derde, noodknop ingedrukt, reageert niet op terugbellen, oké. Nou, dan kunnen de ambulance dus allemaal zien. Inzetje. 401 zegt maar. 401 is geloof ik kapot. Of ze vragen of ze tijd hebben. Ja, het status 1 is doorgekomen. Want 401 zegt hier. Ja, status 1 hier. 401. Nu vroeg hij van, is mijn status doorgekomen? We gaan snel door. Meldkamer ambulance. Zorg, was het rest van noodgeval. Nood. Wow. Ook wel een grote melding van het noodcontrolecentrum van de trein, dus de NS noodmeldkamer of zo. Een machinist meldt dat hij tijdens het rijden op station Purmerend een luide dreun had gehoord. Ik kan niet zeggen of hij iemand heeft gepakt, aangereden of wat hij heeft. Want de noodmensen zullen onderweg gewoon graag een RTW te plaatsen. Ja, zeker. Mogelijk aanrijding, trein X persoon. Even kijken. Ja, en welke was dat ook alweer? Ik weet niet of dit ongeval spoorvervoer. Hey, kijk dan. Dat wordt een A1. Dichtstbijzijnde ambulance en de politie en de brandweer. We gaan we maar even meesturen naar een ongeval spoorvervoer. Onbekend of iemand is aangereden. ProRail rijdt mee. Even de melding, had ik signaalfout? Ja, die had ik. Oké. Nou, dan gaan we het horen. Dus een luide klap gehoord. Weet niet wat het was. ProRail, zoals het hier in Nederland heet, rijdt al mee. Maar ze willen toch een ambulance. En dan is het protocolair gewoon tot de brandweer en de ambulance. Of dat de politie en de brandweer meegaat. Dit was een melding van gaan praten en zo. Dus mocht er iets zijn, dan horen we het wel. 402 zeg het maar. Jouw status is ook doorgekomen. Ja. Meldkamer om onze dienst. Wat is het rest van noodgeval? Wat?
Zo goed ben ik nou ook weer niet in Duits. Mijn naam is Roog. Mijn vriendin moet naar mijn mening terug gaan naar de kliniek. Het litteken van de keizersnede ziet er een beetje raar uit. Er is een gemene bruinachtige lade van een litteken. De medische hulpdienst zei dat we 112 moesten bellen. Oké. Okay. Verdenking, ontsteking van keizersnede, litteken, weet ik veel. 197 is in de buurt. Het is geen signaalvaart. Succes! Zit een beetje tussen. Nou ja, ze moest wel 112 bellen natuurlijk. 194, zeg het maar. Oh, even rustig aan mensen. 194. Uitzetten met X. Waar was de 194 ook alweer heen? Dat is altijd zoiets. Nou, die is nu vrij. Dus ik wil even weten wat hij zegt. Dan kan ik. Dus waarschijnlijk. Maar dan kunnen we blijven. In zijn. Dus waarschijnlijk niets, maar dan kunnen we ook. Oké, het was dus niks met die aanrijding met de trein. Ik geloof dat hij iets zei met. Nou. In ieder geval, het was niks. 106, zeg het maar. 106, wat had je ook alweer? Oké, okay, dus die patiënt was per ongeluk tegen de knop gekomen. En ja, niks gehoord. Ah ja, we hadden nog een 2 belletje. Maar het kamer allemaal anders, wat is het adres van noodgeval? Oké, reanimatie. Even kijken, hoe was dat ook alweer? Ja, reanimatie, U1, disability, reanimatie, ja, RW, weten we allemaal niet. Jij bent vrij, hè? En, ga jij als eerste TP? Is ver weg, hoor. Eerste beste ambulance daarnaast is de, ja. Politie rijdt mee, ik bedoel, oké, signaalvaart. Dichtstbijzijnde ambus. Oeh. Die en die. Even kijken. Reanimatie ligt in bed. Niet aanspreekbaar. Oké, aanzet herstellen. En dan gaat het nu eigenlijk over op het geven van reanimatieinstructies. Maar dat kunnen we niet doen. Oké. Ja, verstanden. Dan hebben we de 13 AED beschikbaar. Dat zijn de burgerhulpverleners. Die zijn niet beschikbaar. Zijn in principe wel beschikbaar, maar hier voor ons niet. Zijn altijd beschikbaar. Wat was dat? Oh. Ah, de Miki komt zo in dienst. Ja, ja, alles gaat uit dienst en alles komt in dienst. Meldkamer, ambulance dienst, wat is het precieze adres van noodgeval? Goeiedag, verpleger Kirill. Verpleger, verpleegkundige Amsterdam VUMC. Vrouw Wolfaert, zullen we in de... Nein, even druk jong, sorry pik. Hier gaan we de 401 naartoe sturen. Hier gaan we de 407 naartoe sturen. Hier gaan we de 402 naartoe sturen. En dan hebben we weer even de B-ritjes. Er zijn nog 30 vandaag. Even weer onder controle. Hoeven we daar niet naar te kijken. Politie eerst te plaatsen bij de reanimatie. Wij gaan in ieder geval weer een telefoontje aannemen. Hallo, ik ben Winfried. Mama zegt dat jij me kan helpen. Wacht, wat? Ik ben Winfried. Mama zegt dat je me kunt helpen. Je moet naar Amsterdam-West komen in de straat Tjerk Hiddes, de Vriesstraat. Alsjeblieft, er is een man met mama die haar pijn deed en zij huilde. Nu ligt ze op de grond en bloed. Oké.
Politie, agentie A1. Even kijken. Ik weet niet precies waar het onder valt. Ongeval binnen letsel, denk ik. Het is niet een ongeval, maar verdenking. Huiselijk geweld. Oké, wacht even. Kladblokje. Wacht. Oh, daar gaat mijn beeldscherm mee. Wacht totdat politiewoning betreden heeft. Politie. Oké, even kijken. 108 samen met politie A1 richting de. Waar hadden we het gezegd? Weet ik niet meer. De Tjerkhit is de Vriesstraat. Verdenking. Huiselijk geweld. Of in ieder geval mishandeling. Politie rijdt mee. Wacht even tot de politie ter plaatse is. En uit. Volgende. Het wordt drukker, mensen worden wakker, mensen gaan op de fiets, mensen worden aangereden met hun fietsen. 106 zeggen dan, zie. Oh, kut. 106 moet niet blijven staan, maar 106 moet naar de post. 197 zeggen dan, waar waren jullie ook alweer ter plaatse gegaan? Oh ja, met die keizersnede. Oké, meegekregen. 197, jullie gaan gewoon A2. Ja. Oké, 180 zeggen dus. Oh, dat was helemaal geen reden of wat. Nee, 180, stop. Welke melding hadden jullie nou? Ja, dat was helemaal geen. Die was gewoon aan het slapen of zo. Nou, 180, de 106. Iedereen zei al van ja, luister, is niks. 106 heeft zich niet vrijgemeld, zo te zien. Ah, jawel, hier al. Nou, dan zal het niks. Niks aan het handje zijn geweest, zal die gewoon aan het slapen zijn geweest. 108 zeggen dus. Ongeval binnen, even kijken, even rustig. Ja. Hier een patiënt met kopblauwe. Ja, nog strijd met onbekend gemeldelijk persoon. Dit kind weer in de pol. Ja, oké, dus iemand met hoofdletsel, geloof ik. Na een gevecht met een onbekende man, kind wordt ook overgedragen aan de politie. Politie gaat verder zoeken. Denk ik, meldkamer, ambulance, zorg. Wat is het adres van noodgeval? Hallo, hallo. Ik kom uit de straat Compagniestraat in Amsterdam. Ik weet niet of het een neurologische uitval heeft. Ingangsklachten. Waar stond die ook alweer onder? Neurologisch uitval. Uitval. In mijn linken. Pling. Zo, 104 A1. Ik weet al niet meer waar. Compagniestraat. Voor een neurologisch uitval mogelijk. 197 is weer vrij, oké. Beetje versnellen, beetje versnellen. Ja, meegekregen. Ja, meldkamer ambulance ook, zeg het eens. Hallo. Nee, ik hoef geen bekertjes naar huis vandaag. De volgende keer moeten jullie maar even aangeven of jullie dat willen. Dan ga ik de middagdienst doen. Want ik denk dat de middagdienst nog drukker is. Tot het dan meteen bam begint met drukke meldingen. Tot de B-ritten al grotendeels zijn afgerond. Heb ik hier nog twee ambus? Ja, ik heb hier nog twee. Vier zeggen dus. Ja, meegekregen. Ze gaan met een afgeknelde zenuw naar de neurologie in het OLVG. Oké, 403 zeggen dus. Ja, geen idee, maar ik zeg gewoon ja. Er komen twee belletjes precies tegelijk binnen. Dat kan nog wel eens iets zijn. Of toeval of een groot incident.
Oké, pijn op de borst, moeite met ademhalen. Ja, onwel ziekte, A1, POB. Ja, voor de rest zetten we er even niks in. Disability is aanspreekbaar. Airway lijkt vrij, geen strider. Breathing. Hevige kortademigheid maken we ervan. Geen kleur normaal. Nou, oké, ingangsklachten. Thoraxpijn. Pijn thorax. Oké, goed. 187 wordt gekoppeld. En de volgende melding. Wat kan man zo? Hoe is mama dat zich verlet? Kapletswonden. Hij heeft zich verwond. Hoofdletsel. Hoofdwond of zoiets. Het zou een dokter moeten bekijken. Nou, A1 is dat, denk ik dan maar. Ongeval buiten letsel maken we ervan. A1. Hoofdwond. Gaan we er niet meer, niet minder van maken. En door. Goed. Eerst volgende belletje gaan we nog aannemen. Dan nemen we niks meer aan. Want dan gaan we de video langzaam afronden. Volgende keer gaan we de middagdienst doen. Als jullie dat willen, weer twee meldingen tegelijk. We gaan kijken. Misschien is het een groot ongeval. Zo'n een taak. Der Stefan spreekt. Ik werk in het. Nee. En volgende. Hallo. Zeg het eens. Is Jesse. Nee, ook niet. Het zijn allemaal verzoeken voor een B-rit. Maar we zitten vol vandaag. Vorige keer ga ik de middagdienst doen. Ik weet niet tot ik een keer voor mezelf gewoon middag had gedaan. En tot ik zo'n bam meteen. Ik geloof hier ergens. Meteen een persoon van een viaduct gesprongen had. En meteen MMT daar naartoe gestuurd en zo. Dus ja. We gaan kijken. Oké, maar Lanzor. Ja, hallo. De heer Steinhauer. Ik vervind me op de autobaan. Koentunnelweg in richting van het zuiden. Het heeft hier een verkeersongeval. Er had zo een. Volgens was wie wilt voor een. Hij ligt op de kop. De varen is. Oh, dan ligt. De bestuurder is gevlucht, geloof ik. Ongeval, wegvervoer, letsel. Oké. Ja. Klik alvast. Politie en de brandweer, omdat hij op zijn dak ligt. Auto op dak. SO's onbekend. Oké. Pol rijden mee. Ik ga vast twee ambulances sturen. En de 814 is over de G. Die stuur ik ook maar even mee. Ja. Bellen we nu de politie. Ja, politie. Hoi, hier is GT5 Espiel voor Amor. Verkeersongeval, brandweer rijdt mee. Daar is mogelijk gevlucht. Politie. Gekoppeld, dus geloof ik op deze. Ja, dat is hier. Dus politie is eerst te plaatsen. Denk ik. Over de G. Ambulance. En nog een ambulance. De politie wil zijn. Ze moeten natuurlijk ze draaien. Zoals ik al zei, we nemen niks meer aan. We gaan nu hier horen. Dan ben ik nu wel benieuwd. De 814, zeg het maar. Dat is één patiënt. Het HWS-trauma. Het kopfletswunde. Oké. Ja, mij gekregen hoor. En de 814 nog een keer. Ja, mij gekregen. Hey, er is één ambulance ter plaatse. De 100. Nee, er zijn twee ambulances ter plaatse, geloof ik. In ieder geval één slachtoffer lijkt allemaal mee te vallen. 120. Ja hoor.
120 koppelt zich geloof ik ook los. Ja. Nou, beer, het moet. Oké, okay. Nou goed, het is allemaal weer rustig onder controle, maar misschien tot we deze wel nog willen weten, pijn op de borst. Ik weet niet of de ambulance al ter plaatse was, we zullen nog een keer versnellen, horen jullie misschien nog voor de geïnteresseerden. Even kijken of het dan een STEMI was ofzo, een infarct. Ja, dat was deze in ieder geval. Die melding is inmiddels afgerond. Oh, dat heb ik dan gemist. Oh, dat was natuurlijk wel een paar keer tot ik meerdere spraakjes kreeg van ja, er is geen indicatie om weten te sturen. Om, om hier zeg, een ambulance nodig te... Om... Wauw. Ik geloof dat er meerdere mensen hier beneden allemaal zeiden van ja, er is geen reden tot ambulance op te laten komen. Weet je, ik moet er gewoon mee stoppen. Ik weet niet meer wat ik moet zeggen. In ieder geval, de ambulance was er niet nodig. Laten we het daarop houden. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik hoop jullie het leuke video vonden. Ik zie jullie graag over 2 dagen weer bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.